Is dan België terecht uitgeschakeld? Nou ja, weet je, als je nou op een gegeven moment een bal onderschept... Mm-hmm. en die gaat terug... Ja. Ja, dan ga je achterin rondspelen. Ja, ja, dan is voorbij, dan is het voorbij. Want er is niks meer te halen. Dus je moet op het moment dat je tegen zo'n club speelt als die Fransen... die zeg maar zo ver terugzakken iedere keer... ben je verplicht om iedere keer als je de bal onderschept... Meteen, om gelijk vooruit te gaan. Meteen naar voren, inderdaad. Meteen naar voren. Ja. Maar ga je dan terug naar Vertongen en van Vertongen en dan... En dan dat gebeurde ook bij dat moment trouwens, dat De Bruyne een keer vrij kwam. Dat was ook een onderschepping. En die ging meteen wel ertussendoor. Ja, maar daarom. Met één moet die bal naar voren bij een onderschepping. Want als bij een achterbal heeft het geen zin meer. Nee. Want dan gaat hij naar Vertongen, van Vertongen naar de bek, van de bek naar Vertongen. Ja. Ja, en dan speel je op een gegeven moment naar de rechtsbuiten. Ja, wat moet hij ermee? En Vertongen was de lul, Johan. Beetje pijnlijk natuurlijk. Ja, maar... dat is heel pijnlijk. Als je verantwoordelijk bent voor de uitschakeling, ja. Ja, rot goal, man. Maar ja, ik kan nou niet zeggen dat ze echt voor gevoetbald hebben, die Belgen, toch? Nee, die hebben eigenlijk een slappe indruk achtergelaten. Terwijl ze best kwaliteit in huis hebben, hè? Ja, zeker. Ja, al had ik wel het idee dat Lukaku weer een wedstrijd had die... Ze wilde echt niks lukken. Echt helemaal niks. De ballen kwamen ook, stuiterde ze van zijn voet. Of zat net die verdediger met zijn teentje er weer tussen. Ja. Ja. Dat vond jij ook, Wouter, toch, of niet? Zeker, ja. Ja, nee, dat merkte ik aan je. Dat jij dat ook goed, dat idee. Ja. Ja. Kijk, in die kleine, die Doku... dat hebben wij gezien een keer in zijn Europa-wedstrijd. Die is pas goed op het moment dat hij 10 meter van de achterlijn staat. Ja. Maar niet als die 40 meter van de achterlijn staat. Ver voor hem. Want is hij niet snel genoeg voor? Nee. Daar is hij niet krachtig genoeg voor. Hij was wel een paar keer. In die 16 kwam hij er wel een paar keer goed. Ja, maar daar moet hij ook zijn. Ja. Daar moet hij ook zijn.